Uitdagingen binnen de Surinaamse samenleving krijgen niet genoeg aandacht bij vaststelling van wetgeving rond de handhaving van belastingen. Dit concludeert Stanley Isaias, belastingwetenschapper, in een presentatie over belasting toegevoegde waarde BTW in het gebouw van de vakcentrale C47. Isaias merkt op dat er beleidsmaatregelen gehandhaafd moeten worden om inflaties te kunnen reguleren. Maar you know, je moet je ook afvragen, en ik hoor de secretaris van de pers zondag, die zei hetzelfde. Die brandstof, die werkt door op een heleboel dingen. Toch? Dus als jij... Brandstof is maar 4% of zo van die basket. Dat kan fout zijn, maar misschien is het niet dramatisch fout, maar het heeft secundaire effecten. Het heeft ook effecten in de wetgeving. Dit is uitvoerig toegelicht in mijn voorstel. Hè, dat bijvoorbeeld, brandstof is zeer slecht verrekenbaar in de Surinaamse BTW. Als ik zo'n Noordbusje koop, hè, dus die mensen die rijden taxi en ze vervoeren personen en goederen naar Albina. Ik koop zo'n busje, minus op zelfs aan het zijn pijf als dat niet. Niet aftrekbaar voor de BTW. Milé? Nee toch? Niet verrekenbaar, want de massa is minder dan 3500 kilo. Je vult het met brandstof, niet verrekenbaar voor de BTW. In Akawagi Panya in Meteen, niet verrekenbaar voor de BTW. Die Paya schadeverzekering in Tapo. Die schadeverzekering is dubbel belast, niet verrekenbaar voor de BTW. De deskundige zegt dat in de praktijk vele factoren doorwerken en prijzen beïnvloeden bij de handhaving van BTW. Dit zou echter geen vreemd fenomeen zijn in de samenleving. In Suriname heb je ook het specifiek probleem dat je niet in Nederlandse boeken gaat vinden. Dat is, je hebt een wijdverspreide populatie over dunne bevolkingscentra over brede gebieden, toch? Dus het prijspeil in Apura en het prijspeil in Paramaribo aan ASM Sani. En het ding dat het meeste effect erop gaat hebben, is die brandstof. Meneer Asabina heeft het vaker gehad over energie opgewerkt uit elektriciteit, of elektriciteit opgewerkt van het net en elektriciteit opgewerkt uit brandstof. Zo weer een stukje discriminatie. Mijn voorstel zou die twee dingen gelijk trekken. Beide zouden met 3% belast zijn. Dus er zijn specifieke Surinaamse uitdagingen waar wij veel te weinig naar kijken. Isaias benadrukt bij het houden van rekening en het ontzien van groepen vanwege belangen een overheid kan komen vast te zitten. De wetenschapper concludeert dat voedselinflatie een van de grootste geldontwaardingen is in Suriname.